mensen, wat ontzettend leuk dat je deze week ook weer kijkt naar het shotje van de week. En wat gaan wij deze week maken? Deze week maken wij een Harry Potter shot. Nou, wat gaat erin in de Harry Potter shot? Je mag hem ook gewoon maken zonder bril natuurlijk, maar wat gaat erin? Ik ga het je vertellen. We hebben nodig de Cointreau en we hebben ook nodig voor de Harry Potter shot de Cold Strike. Nou, we beginnen met het sterkste. Dan blijft dat lekker liggen, hè? De Cold Strike. 50% lieve mensen. Dus mocht je denken, ik wil heel snel naar de kloten. Gebruik de Cold Strike, dat helpt je gerust. Hey, de Cold Strike, lekker tot de helft. Stiekem een beetje over de helft. Net een beetje hoe je smaak is. Ik vind kaneel vind ik altijd zo lekker. En de Cold Strike, die smaakt naar kaneel. Dus daar schiet ik altijd per ongeluk een beetje uit. Oei, zag je? Net even te veel. Dat is jammer, hè? Hey, we hebben ook nodig de Cointreau voor de Harry Potter shot. En de Cointreau doen we de andere helft. En wat hebben wij ook nodig voor het shotje van de week deze week? Dat is kaneelpoeder. En wat doen we met de kaneelpoeder? Nou, het is heel makkelijk. Gewoon een klein beetje eroverheen, over het shotje. Zo. Dat er een mooi laagje op ligt. En heb je een heerlijk shotje van de week? De Harry Potter shot. Ik zeg, proost!